Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Henk de Jong, het is al veel benoemd, maar jullie scoren voor de derde keer op rij 5 doelpunten. Dan ben je niet meer dan tevreden, denk ik. Ja, ik ben heel tevreden over de jongens. Hè. En deze ambiance die we hier hebben. En we missen onze mensen, we missen de 12e man. Het is helemaal stil. Ja, dan moet je gewoon echt maar 5 goals maken. En ik vind wel dat we meer hadden kunnen maken. Maar ik ben heel blij met de 0 tegen. We hadden zoveel mogelijkheden om kansen te maken, dat lieten we liggen. Maar klaar, 5-0. Hè? En voor de derde keer op rij 5 goals. We hebben een keer 7 goals gemaakt. Ja, dat is wel een goed teken. Je zegt dat jullie hadden nog meer mogelijkheid om kansen te creëren en om kansen af te maken. En nou ja, Robert Muren mist een penalty. De laatste keer was uit tegen Volendam. Ik moest echt opzoeken wanneer dat was, want meestal schiet hij hem er gewoon in. Maar die tweede gaat dan gewoon feilloos beneden in het hoekje. Ja, maar ik zie niet een seconde over Robert Muren in, hoor. Nee. Zelf ook niet meestal. Nee, die is wel stoïcijns. Hij was ook even pissig in het laatste. Hè? Dat Gino die bal niet, Antonio die bal niet breed geeft. Dat zijn spitsen, dat zijn aparte mannen. En dat vind ik ook mooi. Dan maak ik me even zorgen over 3 namen. Calon is natuurlijk duidelijk, dat lijkt me een paar weken niet erbij. McIntosh en ik zag Hoedemakers ook nog even voelen op het einde. Meeset kramp. En die andere twee jongens weet ik nog niet. En de Isa is natuurlijk lijkt op iets met de hamstring, maar niet zo als de vorige keer. Maar ja, vaak ben je 2-3 weken of 4 weken. En soms wel 8 weken weg. Hè? Dus je moet er ook geen risico mee nemen, want dan komt het weer terug. Nee, ook direct eruit. Hè? Ja. Direct eruit. En dat hoort ook bij hem. Hij is zo vliegensvlug met die spieren. Ik weet niet. En we hebben hem sterk hoor. Hij is zo sterk als een beer. Alleen toch krijgt het dan weer een tikje. Hè? En met die snelheid. Jullie hebben heel goed gespeeld de afgelopen 3 wedstrijden. Tenminste, vind ik. Nu krijgen jullie dan een echte test weer. Uit tegen NAC Breda. Daar waren wat coronabesmettingen, dus even afwachten hoe dat zich allemaal ontwikkelt. Maar als je die wedstrijd speelt, ik denk dat je dan echt weer kan zeggen, stel je wint die ook weer, van we zijn weer op de rit. Het was even lastig, maar we hebben het nou weer helemaal op de rit. Ja, eerst eens even kijken wat er van de week weer allemaal gebeurt, hè, in Nederland. Met wat het kabinet gaat doen. Spannend. Hè, maar dan gaan we spelen en dan gaan we het zien. En ja, wij zitten er mooi bij en we hebben eens een keer wat laten liggen. Nou, maar dat is terecht. Dat was echt terecht. En daar worden we beter van, dat zeg ik steeds al. Van verliezen of van een keer slecht spelen word je beter. Want als je daar maar goed mee omgaat, nou, dat proberen we te doen. En nu pak je gewoon weer 3 wedstrijden op rij. Zijn jullie eigenlijk je eigen grootste tegenstander? Ook in fases vandaag waarin het dan iets minder loopt. Dat komt eigenlijk vooral omdat je zelf het een beetje laat liggen. Is dat het grootste probleem om zelf geconcentreerd te blijven? Nou, ik denk dat dat ook een beetje... Kijk, wij zijn een team, een hele normale jongens. We hebben vorig jaar bij elkaar gezocht. Het is niet zo dat wij grote namen hebben gehaald van andere clubs. We hebben gewoon jonge gasten, leuke jongens die beter willen worden. Die hebben we bij elkaar gezocht, 20 man, nu weer een paar jongens erbij. En daar spelen we mee. En die jongens zijn ook gewoon mensen. Die spelen we bij Cambuur. En iedereen denkt maar die winnen alles zo. Maar dat is niet zo. Dat is de speelwijze, dat is de inzet die we hebben. En dat houden we er niet altijd vol. Meer is het niet.